We gaan nu naar de Beethovenstraat. We zijn nu aangekomen in de Beethovenstraat. Wij zijn André, Arthur en Lucas. Wij zijn nu voor de Hergo met Ralf de Vries. En dan ben je, jongens. En wil je dat zelf afsnijden? Of moet Ellen het doen? Zelf. Nou, dan moet Ellen het doen. Goed snijden. Yes. Ja. En wat had jij gedaan? Ja, nou dan moet ik een afgepast worden. Lekker. We krijgen nu een rolleiding. Nou, ik zal eerst even vertellen. Kijk, de naam Hergo, die is al heel oud. Die is echt al van voor de Tweede Wereldoorlog. En mijn overgrootopa nam al begonnen het bedrijf. En toen namen ze de slagerij Hergo over. En nu heet het alle winkels Hergo. Woensdag is gehaktdag. Oh. Overal in Nederland eten ze op woensdag gehaktdag. Echt? Ja, is zo. Oh. En hier, weet je hoe dit heet? Dat is nieuw. Kijk, zie je dit? Dat is een tosti-burger. Oh, zoals bijvoorbeeld deze. Kijk, zie je hoe deze? Zie je hoe dat heet? Amsterdammertje. Nee, de Amsterdammertje. En dit product, dat heeft mijn overgrootoma 83 jaar geleden al bedacht. Echt? Ja, zo oud is het bedrijf. Nou ja, hier zie je vlees en vleeswaren. Ja, je filmt het toch? Wat vind jij lekkerst van Hergo? Ik vind het allerlekkerste van Hergo bij vlees waren de ossenworst en qua vlees de biefstuk. Wat ga je doen als je failliet gaat? Nou, laat ik in eerste instantie ervan uitgaan dat wij niet failliet gaan, want we zijn een heel gezond bedrijf en wij doen op een hele bewuste manier zaken. Dus ik verwacht niet dat we failliet gaan. En als we failliet gaan, dan word ik zwemleraar. En waarom dan? Nou, omdat ik heel erg van zwemmen en water hou. Oké. Dankjewel dat we hier zijn gekomen. Heeft u wel iemand ontslagen? Ik heb wel eens iemand ontslagen. Het gebeurt niet heel veel, want ik ben heel lief voor onze mensen die bij ons werken. Maar ik heb wel eens iemand ontslagen. En waarom? Omdat hij met zijn handen in de kassa had gezeten. En hij had centjes gejat. Happy end! Hey, doei! Yeah.